Ja, ik ben weg. Voor Gent Motor Event editie 2024. Ik heb dat eigenlijk al elk jaar gedaan. Nu, ze bestaan nog niet zo lang. Ik denk dat ik nog maar 2 keer geweest ben. Het zal mijn 3e keer zijn. Ze zijn vlak voor COVID begonnen. Ik denk dat ze 1 editie voor COVID gedaan hebben, zeker. En dan 1 editie na COVID. Ik ga eerst in Torp gaan tanken en dan binnendoor. Ik denk dat we weer gaan. Ja, ik heb het opgezet in navigatie, maar ik heb eigenlijk niet 15 minuten rijden. Ja, wat. Wel echt gemakkelijk dat we nu een tankstation hebben, gewoon hier los in Torp. Vroeger moest ik daarvoor naar Lessen rijden, Lessien. Of naar Elzeel, Elzele. We staan daar. Kijk, Lessen is 7 kilometer. Elzeel is ook iets van 5. Oeh. Ik dacht dat ik in het al stond. Ik was bijna weg. Nou, ik heb er wel echt maar 15 liter. Nu ga ik hier even de mooiere baantjes binnendoor naar Brakel rijden. Mijn banden zijn koud. Maar mijn handvaten zijn warm. Wat kost dat, die 15 liter? Dat is denk ik juist iets meer dan 20 euro telkens. Wat je wel hebt in Vlaanderen, heb je hier in Vlaams Ardennen veel mooie wegjes. Maar veel van die wegen, like dat hier ook, is dat hier 50? Nee, want dat hier 50 per uur is. Ja. Dus dat zijn super toffe wegen, maar vrij beperkt aan snelheid. Hè. Terwijl als je gewoon de grens overgaat naar Wallonië, heb je diezelfde mooie wegen. Iets meer putten in het wegdek nog wel. Niet dat Vlaanderen zoveel beter is, hè, maar Wallonië is wel iets slechter. Maar daar mogen we los 90 op de meeste van die stukken. Alleen in de dorpjes is het ook maar 50, hè, maar hier is het tussen de dorpen zelf 50 al. Met een beetje geluk hebben we er een paar dat je nog een stukje 70 mocht. Maar ik zeg het, Wallonië los 90.